Goedemorgen allemaal. Welkom bij weer een nieuw broodje van de basisregistratie ondergrond. Mijn naam is Ernestine Honning en ik neem jullie mee in dit broodje en het wordt een speciaal broodje vandaag. Want vandaag lanceren we de Bureau Web Services. Nou, de basisregistratie ondergrond die heeft samen met de Geologische Dienst Nederland, ESRI, aan de Bureau 3D Services gewerkt. En wat we daarmee willen is vooral het eenvoudig toegankelijk maken van data en modellen over de ondergrond. En je kunt dan de data en modellen rechtstreeks in je GIS-systeem laden en je kunt ze direct in de internetbrowser bekijken. Nou, er zijn heel veel mogelijkheden, die laten we jullie straks heel graag zien. We laten zien wat kan, welke services er zijn, waar je ze kunt vinden en hoe je ze kunt gebruiken. En natuurlijk ook van en hoe gaan we nu verder. Nou, voordat ik de sprekers verder aankondig, nog een paar praktische dingen. Jullie staan allemaal op mute. Ik vind het fijn dat jullie zo ook allemaal de camera uitzetten. Dat maakt het een rustiger beeld voor het broodje. Dus dankjewel dat jullie dat alvast doen. Vragen die kunnen jullie stellen in de chat. Er zitten allemaal collega's klaar. Ik probeer vragen mee te nemen. Zijn het er te veel? We komen er altijd op terug, dus geen zorgen. En wat goed is om te weten, we delen de presentatie na afloop. En je kunt het broodje terugkijken. Dus zo kun je nog eens op je gemak alles terugkijken dus. Nou, wie hebben we het gast? 4 collega's van TNO. Stefan Gruiters, Chief Digital Officer. Wilfred Visser, geowetenschappelijk software engineer. Cécile Fratier, geoloog en adviseur ondergrond en communicatie. En Rob van der Krocht, projectleider. De opbouw van het broodje is dat we eerst kijken naar de algemene ontwikkelingen van geodata. En daarna komt er een demo. Na de demo komt er nog een toelichting van oké, wat betekent dat voor de praktijk? We kijken naar de toekomst en dan is er nog een extra vragenblok. Dus laten we vooral van start gaan. Welkom sprekers en Stefan. Allereerst wil ik graag met jou beginnen. Want de Bureau 3D Services is echt een grote ontwikkeling. En zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Jazeker. Goedemorgen allemaal. Toch een beetje druilerige donderdagochtend. Maar desalniettemin een hele feestelijke dag vandaag. Want zoals Ernestine zei, hebben we de lancering van de 3D Web Services. Van de modellen die in de basisregistratie onder ons zitten. In het beheerplan leggen we samen met het ministerie altijd vast wat we aan nieuwe ontwikkelingen gaan doen in de basisregistratie. En daarin hebben we ook opgenomen dat het de ambitie is van de basisregistratie om in de beheerfase eigenlijk alle functionaliteit die we in de programmafase in de POX hebben gezien, uiteindelijk operationeel willen gaan maken. En deze 3D Web Services die we nu gaan lanceren vandaag, zijn daar een voorbeeld van. Het is eigenlijk een voortbouwen op de manier waarop we de functionaliteit van de basisregistratie vergroten. In de zin van bruikbaarheid en beschikbaarheid van de informatie die daarin zit. Dus we hebben visualisatieservices gebouwd die we zelf gebruiken in het broodloket bijvoorbeeld. Om te laten zien hoe een sondering eruit ziet of hoe een grondwaterstandsmeting eruit ziet. Maar die services zijn ook beschikbaar voor alle, voor iedereen in feite die die services kan gebruiken in zijn eigen werkproces, in zijn eigen software. En op dezelfde manier hebben we nu deze 3D web services gebouwd. Het zijn services die door een client opgepakt kunnen worden en 3D afgebeeld kunnen worden. Wat jullie zullen zien in deze demonstratie is dat op een plek is die gewoon publiek benaderbaar is. Dus je hebt daar geen licentie voor nodig of wat dan ook. Je kunt het gewoon gebruiken. Maar die services kunnen natuurlijk ook door andere softwareleveranciers opgepakt worden om vergelijkbare functionaliteit in hun eigen software in te bouwen. En dat is in feite de filosofie die de basisregistratie heeft. Van zet die eerste stap in het vergemakkelijken van het gebruiken van de informatie in de bureau. En laat de rest in het doorontwikkelen van functionaliteit en het echt toespitsen op use cases van specifieke klantgroepen. Laat dat aan de markt. Dat gaat er nu toe eigenlijk helemaal goed. En ik ben super blij dat dat nu ook een 3D gezicht heeft gekregen. En we de basisregistratie eigenlijk nu in de volle glorie kunnen gaan bekijken. In de volle 3 dimensies die het nodig heeft om goed te kunnen begrijpen wat er allemaal in die ondergrond te vinden is en wat zich daar allemaal afspeelt. De rest van de ochtend gaan we jullie meenemen in hoe het werkt. Wat je er allemaal mee kunt. Waar je het gewoon sowieso al kunt bekijken zonder dat je ook maar iets aan eigen software of wat dan ook
hoeft te hebben. En we hopen dat jullie net zo enthousiast zijn na dit uurtje als wij in het maken ervan. En ook de blijdschap delen in het feit dat we nu dit gewoon echt kunnen aanbieden aan iedereen. En dat het gebruik van de basisregistratie hier weer een stukje makkelijker mee geworden is. Leuk, ik wens jullie veel plezier. Ja, leuk. Ik vind het ook nog mooi om je enthousiasme te horen. Want het is echt wel bijzonder wat we in zo'n korte tijd eigenlijk voor elkaar hebben gekregen. Ja, zeker. Ja. Dus ik ben ook heel blij. Ja. Goed om te horen. Dankjewel, Stefan. Laten we nu vooral ook gaan kijken naar een eerste demo. Wilfred, die zal jullie het een en ander laten zien. En ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit ziet. Even over de opzet van deze demonstratie. Ik heb, omdat het zo ontzettend veel gegevens zijn, heb ik een aantal filmpjes gemaakt. Omdat het real-time demo van de services in combinatie met een teamsessie zitten, eigenlijk niet goed ging. Dus ik heb een vijftal filmpjes die laten zien hoe je bij de services komt tot hoe je het gebruikt. En waarbij uiteindelijk Cecile later gaat vertellen hoe je er ook echt iets mee kunt gaan doen. Dus dit is meer van, kan ik het vinden? Kan ik er iets mee doen? De eerste film is eigenlijk van, hoe kom ik er eigenlijk bij? Nou, ik heb hier een filmpje gemaakt en ik zal het meteen maar gaan draaien. Dus het gaat over het broloket. En dat zit onder de knop Web Services. Is er nu eigenlijk een nieuwe knop bijgekomen? De API interface voor ArcGIS. Waarmee je dus eigenlijk gewoon naar een nieuwe omgeving gaat, waarin allerlei modellen beschikbaar zijn. Dus zo is er bijvoorbeeld Geotop. Als je op het broloket kiest voor de API, dus eigenlijk deze knop, dan kom je uiteindelijk uit op een nieuwe pagina, waar ook een aantal, om te beginnen, een introductie story map staat over hoe je dit nu eigenlijk kunt gebruiken. Daar kun je dan op klikken en dan klapt er dus eigenlijk een omgeving uit. Waarin eigenlijk twee story maps opgenomen staan. Dus namelijk de introductie van de Bro3D i3S services. Dat staat eigenlijk voor indexed 3D scene. Web scene service. Dat heet goed. Oké, ja. De toelichting op de modellen. Dat kan ik ook niet even laten zien, ja. Daarin staat eigenlijk kort beschreven, wat kan ik met die modellen, wat zit er in die modellen. En we hebben dus Geotop, Regis, geotechnisch sondeeronderzoek en grondwatermonitoringsputten zijn al eigenlijk omgezet naar 3D webservices. En eigenlijk wat we hier nu zien is dat eigenlijk de services, willen we ook in meerdere varianten beschikbaar stellen. De OGC heeft eigenlijk drie standaarden beschikbaar gesteld. En dat is eigenlijk de IDS, de Index 3D Web Scene Services, de 3D Tiles en eigenlijk de CityJSON en CityGmail. Sorry, dat had ik juist beschrijven. Goed, nu krijgen we weer een filmpje. Wat goed is om ondertussen te vertellen is, we hebben een filmpje, omdat vanwege Teams is die combinatie live gewoon niet zo handig. Dus vandaar dat we filmpjes hebben gemaakt van hoe het er allemaal uitziet. Ja. Zal ik nu verder gaan? Graag. De eerste wat ik wil laten zien is eigenlijk hoe je Geotop, hoe je dat eigenlijk kunt benaderen. Dus dat is in het menu, kom je dan in Geotop en dan uiteindelijk, doorgaan. Ja, jullie hier doorheen schieten, hebben we een aantal varianten hebben beschikbaar. We hebben Geotop als voxel beschikbaar, dus dat is eigenlijk een tegel, zoals eigenlijk ook het Geotop model is opgebouwd. En het is een beetje misschien wel raar in de naamgeving, maar we hebben natuurlijk het Geotop voxel model. En we hebben eigenlijk de I3S voxel object weergave. Zo hebben we dus, we hebben drie voxel modellen. Begint die weer gewoon, hè? Dat is toch, kun je dat stoppen eigenlijk? En we hebben ook nog de 3D object scene layers, waar ook is Geotop in. En die zijn nog in beta. Rob van der Krog gaat straks vertellen waarom het nog in beta is. En daarnaast hebben we ook nog de 3D object scene layers in hekdiagrammen. Daar komt later ook nog wel een demo van. Dus ik start het filmpje nu weer verder en dan gaan we verder. Dan gaan we in het Geotop, in de voxel weergave, gaan we
duiken. En dat moet eigenlijk continu aan. Je krijgt dan eigenlijk, als je zo'n scene benadert, dan krijg je eigenlijk eerst een beschrijving. En daarna kun je hem openen in de scene viewer. En dit is eigenlijk een soort web viewer op de webservice. En zoals je kunt zien, ik ben hier niet ingelogd. Dus je kunt dit gewoon, iedereen kan dit gewoon gebruiken. We hebben ook nog even de modelgebieden erachter gelegd. En je hebt dus gewoon standaard in deze browser, heb je nu functionaliteit waarmee je kunt zeggen, nou ik wil bijvoorbeeld dus even kijken of ik een analyse uit kan voeren. En het zijn primitieve analyses, waarmee je dus door het model kunt slicen. Je kunt het draaien, je kunt het van boven naar beneden. Zo kun je dus eigenlijk al een beetje, goed gaat die, ja, door lagen weghalen. Dus dat geeft een prachtig beeld wat er mogelijk is. Deze modellen die zijn compleet gevuld met alle gegevens die er ook in GeoTop zitten. Dus ook de kansen die er aanhangen, dus ook, die zitten ook in dit model. Dus het is echt een hele grote dataset die je gewoon zelf kunt gaan gebruiken. En zo wil ik GeoTop ook nog even laten zien in de object scene layer. En met name omdat die objecten die zijn nog rijker aan informatie en ook de visualisatie is daar nog mooier. Dus hier heb je dus hetzelfde model, het GeoTop model, maar dan als object scene. En wat je hier kunt doen, is dat je hier kunt een identify doen. En je krijgt hier vervolgens heel veel informatie al over deze cel. Daar kun je dan vervolgens ook doorheen klikken. En zo krijg je dus allerlei informatie. Maar ook kun je zeggen, ik wil de laagpakketten, de beschrijving uit de nomenclator bekijken. Dus die is er ook aangelinkt. Daarnaast, en daar moet je wel een registratie voor hebben, en die is ook trouwens ook gratis, kun je ook allerlei additionele functionaliteit. Je kunt de transparantie kun je doorkijken. Je kunt zelf selecties maken over de modellen. Je kunt zeggen bijvoorbeeld, ik wil kijken waar het voorkomen van fijn zand, of de kans op voorkomen. En dan kun je dus dan doorheen slice eigenlijk. En dan kun je dus gewoon laten zien waar zit dat in het model. En wat je kunt, is dat je eigenlijk ook selecties kunt maken, uitsneden. Dus je kunt zeggen van, ik wil eigenlijk dit gat creëren, want dit is niet interessant. Of ik wil kijken wat eronder zit. Of ik pak alleen maar dit stukje model en daar wil ik wat nader naar gaan kijken. Wilfred, ja? Je hebt nu één gedeelte laten zien. Er is ondertussen een vraag binnengekomen in de chat. En dat is eigenlijk bij een uitsnede wordt een volledige laag gefilterd. Kan ook alleen de uitsnede binnen een vlak worden gefilterd? Is dat mogelijk? Op dit moment op een vlak, dus op een voorkomen. Niet in deze webs. Ja, kan het wel, denk je, Cecile? Waarschijnlijk wel, maar dat is dus iets waar we nog eventjes op terug kunnen komen. Ja. Gaan we nog eventjes verder uitzoeken. Uitzoeken, ja. Dus je bedoelt bijvoorbeeld één een laag. Een paal op de uitgaan. Eén paal. Je zou dat in. Ja, ik denk dat dat kan. Ja, en een andere vraag die er is: kun je ook een gebied filteren op basis van een andere feature dat je zelf uploadt? Ja, het combineren uiteindelijk van lagen. Dus als je zegt, ik heb een eigen laag, ik laat dat straks wel zien, ik wil gegevens uit sonderingen combineren met een geotop of een regis. En daar queries op stellen, dat kan op dit moment in deze viewer niet. Daarvoor moet je dan echt wel een ander pakket gaan gebruiken die echt de webservice gaat gebruiken, waar je dan ook wel. En dan een ander pakket is dan bijvoorbeeld ArcGIS Pro. Ja, Stefan die wil daar graag ook nog iets op toevoegen. Stefan. Ja, ik vind het prachtig dat deze vragen meteen opkomen. En ik ga even terug naar wat ik in mijn inleiding zei. Wij proberen vanuit de basisregistratie die eerste stap naar een vergroot gebruikersgemak te zetten. En we realiseren ons terdege dat bij elke functionaliteit die je aanbiedt, mensen meteen getriggerd worden van, oh, maar kan er nou dit en kan er nou dit? Ik kan jullie verzekeren, alles kan.
Maar niet per se vanuit de functionaliteit die wij als basisregistratie zelf beschikbaar stellen. Dus naarmate je dichter naar je eigen gebruikerscasus komt en je meer specifieke wensen hebt, zul je dat aan je eigen kant van de informatieketen moeten implementeren. Waar wij wel voor garant staan, is dat de webservice die je daarin gebruikt gewoon beschikbaar is, draaibaar is, dat het hele systeem performt. Dat is een stukje waar wij voor verantwoordelijk zijn. En wij kunnen een heel klein stukje opschuiven in die waardeketen, maar niet te ver. Dat hoort niet meer bij de taak van het zijn van een basisregistratie. Dus ik begrijp jullie vragen. Ik heb er zelf ook 10.000. En ik zou het heel graag doen, maar het past niet binnen het beheren van de registratie als zodanig. Goed dat je het even hebt toegelicht, Stefan. Dankjewel. Wilfred. Ja, zal ik weer verder gaan? Ja. Goed. Zo hebben we ook... Ja, ik heb niet zo heel veel tijd, dus voor regis zijn er natuurlijk de 3D object scene layers. En daar zit ook allerlei functionaliteit achter. Maar dat is ook gewoon om zelf dus te gaan bekijken. Dan kom ik nu bij het sondeeronderzoek. Daar heb ik ook weer een filmpje van gemaakt. Om dat gewoon te laten zien hoe dat werkt. Dus altijd dezelfde vertrekpagina. Je kunt de beschrijving en dan krijg je dus eigenlijk de sonderingen. Die krijg je hier te zien. Wat hier... Misschien moet ik het even stopzetten om het, misschien kan ik het doorpraten, om hier te kunnen kijken. Je kunt hier een identifier op doen en je kunt hier doorheen kijken. Je kunt een soort metadata bekijken van deze sondering. En je kunt doorklikken ook naar het broodloket. En je kunt dan daar de grafiek bekijken. Dat zag dat ook nog. De vraag die waarschijnlijk zal komen is, hadden jullie niet iets aan die bruine kleur kunnen doen? Nou, daar hebben we heel erg lang over gesproken. En is eigenlijk ook misschien wel terecht. Maar we wilden eigenlijk niet een klassificatie eraan hangen. Zoals de Robinson-klassificatie. Omdat dat een interpretatie is. Dus we hebben gezegd, we laten de data, de ruwe data zoals die is. We verwijzen naar de beschrijving. De data zit hier trouwens wel bij die sondering bij. Hè? Dus als je in je eigen systeem deze data wil gaan gebruiken, kan dat gewoon. Maar voor nu hebben wij gezegd, we laten het een bruine pilaar zijn. En dat is dan ook zo. Wat hier ook mee kan, is dat je bijvoorbeeld, ik wil het combineren met een hekkendiagram van Geotop. En dan krijg je dus eigenlijk dat je dus de sonderingen door naast het Geotop kunt zien. Dat is wel even puzzel in dit systeem en het vraagt ook even wat aanpassingen, maar uiteindelijk krijg je dat voor elkaar. Of eigenlijk voor elkaar. Je moet even goed kijken hoe je terug moet zoomen naar, om het weer schaalbaar te maken. Dus ook ik was hier even aan het stoeien. Maar ik wil het toch even gewoon laten staan. Dat je er uiteindelijk gewoon kunt laten zien. Hoe zit het in elkaar? En ook hier kun je dan eigenlijk weer zeggen. Ja, je kan die lagen laten staan. Je kunt functionaliteit op de sondering. Je kunt ze even de eigen laag eigenschap. Je kunt ze bijvoorbeeld even de sonderingen. Kun je even kijken wat erachter zit. Of kun je ze weer weghalen. Zo kun je ze transparant maken. Maar dat geldt ook voor Geotop. Je kunt dus daar gewoon de laageigenschappen. Kun je daar ook weer transparant. Dan kun je de sondering, kun je de ondergrond weer zien. En wat je hier natuurlijk kunt. En dat heb ik al eerder laten. Of hier kun je, is dat je kunt uitsluiten. Je kunt dus een stuk modelgebied maken. Zo kun je dan eigenlijk toch wel weer. Misschien deze data weer verder naar je toe halen. En dan combineren tot je eigen product. Ondertussen is het goed om te weten dat zo net zagen we heel eventjes een login van Esri, maar dat is vanwege het filmpje wat gemaakt is. Je kunt dus gewoon helemaal zelf rechtstreeks naar het portaal. De link staat inmiddels ook in de app. Dat kan via Broloket, dat kan via de projectpagina, basisregistratie ondergrond van 3D Web Services, of dus rechtstreeks via de link in de app. Daar gaat eigenlijk hetzelfde voor. Hè? Die zijn ook gewoon beschreven en daar kun je gewoon in RD kun je die opvragen. Krijg je weer zo'n mooie beschrijving. Je opent in een scene viewer. En ook hiervoor geldt dat we eigenlijk hebben we de putten, de grondwatermonitoringsputten, opgedeeld in de filters. Dus je kunt hier op het filter klikken en dan krijg je daar vervolgens te zien wat erbij hoort. En je kunt ook weer doorklikken naar het broloket om daar de aanvullende informatie over deze put op te halen. Om de vraag ook maar weer voor te zijn over de grondwaterstanden.
die zitten daar nog niet bij. Dus daar moet je dus extra aanvullende informatie op gaan halen. Je weet dus welke put het is, je weet welk filter het is. En vervolgens zou je met de basisregistratie ondergrond zou je de grondwaterstand op kunnen gaan halen. Dan kom ik eigenlijk bij de laatste pagina. Cecile, ik ben er bijna ook door de tijd heen. Nee, gaat goed. Gaat goed, Wilfred. Ik moet nog even hier. Ja, deze pagina. Dit is een belangrijke pagina. Die zit ook in die pagina van de Bro Web Services. Daar staan eigenlijk alle URL's naar de webscene services toe. En die kun je erom gaan gebruiken. Die kun je dus gewoon in je gistpakket kun je die gebruiken als je dat tenminste I3S ondersteunt. En er zitten best veel. En ook in verschillende varianten. Je hebt altijd in RD en WGS. En dan heb je sommige ook nog met een keuzemenu erin. Dus dit is gewoon eigenlijk je vertrekpunt om je gegevens te gaan gebruiken. Ja, je zei RD en WGS, dus twee verschillende coördinatenstelsels. En Wilfred, het is een hele grote tabel met heel veel variaties. Waarom zijn het er zoveel? Omdat we wilden eigenlijk toch wel het verschil maken tussen wat je informatie wil laten zien. Ja. Voor Geotop hebben we de lithoclassen en de grondsoorten. Geologische eenheden, sorry. Hebben we als twee webservices beschikbaar gesteld. Dan kun je dat namelijk meteen gaan zien. Het is namelijk niet mogelijk om binnen die webs, die services te switchen in je viewer tussen wat je ziet. Mm-hmm. En het is nu natuurlijk niet helemaal leesbaar. Hè? Het is een hele grote tabel. Inmiddels staat de link naar de tabel ook in de chat. Dankjewel. Dan heb ik nog een andere vraag die is binnengekomen, Wilfred. Een technische vraag. Ik weet niet of ik dan bij jou deze vraag moet stellen. Maar worden de sonderingen ook als 2D ArcGIS service beschikbaar gesteld nu naast WMS? Dus het gaat over de sonderingen. Ja, dus de vraag is, worden de sonderingen ook als 2D ArcGIS service beschikbaar gesteld nu naast de WMS? Ja, nee. Dat is volgens mij, dat worden nu 3D webservices. Ja. En wat we voorheen hadden was natuurlijk onze eigen webservices of via PDUK, de uitlevering. Ja. Dus nee, op dit moment niet. Mm-hmm. Oké, dankjewel. Even kijken, zijn er anders nog vragen in de chat? Volgens mij hebben we eventjes nu vragen gehad. Andere vragen komen later aan bod. Fijn Wilfred, hoe je toch het een en ander hebt kunnen laten zien. Dat was een beetje beperken met filmpjes. Over de OGC in 3D komen we zo ook nog eventjes terug. Ja. Het is dus, de data is open source. Dat was ook een vraag die vooraf gesteld werd door een van de deelnemers. Dus je kunt het eigenlijk dus gewoon gebruiken om op door te ontwikkelen. Zeg ik dat goed? Ja, de webservices zijn gewoon te benaderen. Er zit geen restrictie op. Mm-hmm. Je kunt gewoon gebruiken. Het is wel zo dat je natuurlijk dan je wel moet houden aan het protocol wat daarbij afgesproken is. Dus I3S. Ja. En we gaan later nog de 3D-tiles doen. Ook de OGC-standaard en de GeoJSON. Dus je moet daar wel mee om kunnen gaan. Het is niet zo dat je zegt van ik kan daar met mijn Excel-spreadsheet kan ik daar gebruik van maken. Je moet het echt wel gewoon goed gaan bevragen. Mm-hmm. Ja, dus dat... Dat vraagt wel wat goede inzichten om dat goed te doen. Dankjewel Wilfred. Het lijkt me goed om nog nu ook eventjes door te gaan naar de praktijk. Naar collega Cecile. En die zal jullie meenemen in een aantal voorbeelden. Om echt de meerwaarde ook van 3D ten opzichte van 2D te laten zien. Dat is mooi. Dat is heel vrolijk. Geen Nederlands. Ik ben gevraagd om iets te vertellen over de meerwaarde van het bekijken van de ondergrond in drie dimensies in de plaats van in twee dimensies, zoals we dat nu via het bureauloket kunnen aanbieden. En hier links zie je een beeld van de zuidgrens van ons land. En het is eigenlijk heel eenvoudig. Waarom is het zo belangrijk om in drie dimensies te kijken? De wereld bestaat uit drie dimensies en ook de ondergrond bestaat uit drie dimensies. Die is opgebouwd uit verschillende lagen. En die zijn, in dit geval is dit pakket van 80 meter gedurende 5 miljoen jaar afgezet, onder verschillende omstandigheden.
En die lagen die zijn dus niet overal even dik en ook niet overal aanwezig. Hoe kan dat nou? Ons land ligt al miljoenen jaren op de grens tussen land en zee. Af en toe voeren de rivieren heel veel sedimenten aan. Af en toe wringt de zee, want ook de zeespiegel gaat op en neer. Ik heb een filmpje gemaakt waarbij ik gisteravond gewoon live zeg maar op Arcus Online in de webscene die iedereen aan kan klikken nu op de website. Kan het dus ook zelf zo gaan bekijken. Ik begon met een luchtfotobeeld. Hier ligt Eindhoven, hier ligt Den Bosch, hier ligt Nijmegen. En wat er nu gebeurt is eigenlijk heel erg bijzonder. Want het gele topmodel wordt geladen. En dat gaat bij 1 vierkante kilometer om 1,6 miljoen blokjes. Want het geotopmodel bestaat uit blokjes van 100 bij 100 meter breed en 50 centimeter hoog. Dus terwijl we hier naar kijken, worden er vele miljoenen blokjes geladen. Voor het hele geotopmodel zoals het nu beschikbaar is, gaat het om 470 miljoen voxels. Landstekkertjes. Als het landstekkertjes zou zijn. Dat is op dit moment nog niet het geval. Maar het gaat dus om heel erg veel voxels. Hier in de achtergrond zien we bergen verrijzen. En dan denk je, wat is dat? Nou, dat is de Utrechtse Heuvelrug. En we hebben dat verticaal overdreven, 50 keer. Omdat je anders die lagen waaruit de ondergrond is opgebouwd minder goed van elkaar zou kunnen onderscheiden. Je zou het minder goed zien. In dit beeld, dit is dus allemaal gewoon via de webscene voor iedereen zo toegankelijk. Iedereen kan dit doen. Slicen we vanaf Zuid-Nederland naar het noorden richting de Utrechtse Heuvelrug. En onderweg zien we dat er in de ondergrond van Nederland van alles gebeurt. Dat die heel variabel van opbouw en samenstelling is. Ik zou er nu het hele geologisch verhaal kunnen gaan vertellen wat er allemaal is gebeurd in de afgelopen 5 miljoen jaar. Maar het fijne is, je kunt in die viewer gewoon op zo'n laag klikken. Dan krijg je in de pop-up die Wilfred net al heeft laten zien, precies wordt daar verteld waaruit die voxel bestaat. En er is ook een link naar de stratigrafische nomenclator, zoals dat heet. Dat is een dik boekwerk op internet waarin per laag alle informatie die we daarover weten beschikbaar is. Nou, waarom willen we dat nou zo graag weten, waaruit die ondergrond bestaat? Nou, hierom. We hebben hier een geval van wateroverlast. En waar wordt die nou door veroorzaakt? Nou, bij BRO-loket kun je dan een lijntje gaan trekken. Dan krijg je een 2D-profiel. En dan zie je hier bovenin, zie je dat hier een laag zit. En die wordt steeds onderbroken. Hier zit die niet, hier zit die wel, hier zit die niet, hier zit die wel, hier zit die niet, hier zit die wel, enzovoort. Als je dat beter wil weten van waar zit hij, dan kun je ook via BRO-loket daar een tweedimensionaal kaartje van maken. Dat is dit kaartje. Maar voor mensen die niet gewend zijn om met kaartmateriaal te werken, om te lezen wat dit betekent. Dat blijkt voor professionals, die doen het iedere dag. Maar als je dit wil uitleggen aan bijvoorbeeld burgers, bestuurders of beleidsmedewerkers. Die zijn gewend aan een wereld die driedimensionaal is. Dus als je dat in drie dimensies laat zien. En hier is zo'n hekdiagram zoals Wilfred het al liet zien. Is uit de ondergrond omhoog getrokken. Bovenop de kaart gezet, zodat je ziet waar je bent. En daar zie je die laag die die wateroverlast veroorzaakte. Die hebben we hier een rood kleurtje gegeven. En hier zie je dus precies waar je wel en niet ziet. En zo zie je ook dat 1 2D-profiel, zoals je dat op het BRO-loket kunt trekken, hoeft niet representatief te zijn voor een groter gebied. Dus op het BRO-loket zou je heel veel verschillende lijntjes moeten trekken. En in zo'n hekdiagram is dat eigenlijk al voor je gedaan. En krijg je sneller overzicht. Bovendien kan je hem ook gewoon vanuit alle kanten bekijken. Dus dat is een meerwaarde van 3D. Het snellere overzicht op de variatie in de ondergrond. Maar ook dat je het in 3D kunt tonen, wat voor mensen makkelijker te begrijpen is, omdat onze wereld nu helemaal in 3D is. Gaat dit nog goed? 3. En dat heb ik op deze slide nog even samengevat.
Dan is een andere meerwaarde van in 3D visualiseren, is dat je alle verschillende elementen die een belangrijke rol spelen, bij elkaar in samenhang kunt visualiseren. En nou is zo'n beeld als dit, zal niet iedereen direct snappen van waar kijk ik nou eigenlijk naar. Ik ben hier in de ondergrond, ik zie hier huizen op het maaiveld staan, op het oppervlak staan. Ik zie daar boompjes. Ik zie hier de zijkant van zo'n hekdiagram. Ik zie een boring. En ik zie WKO-systemen. Maar als je dat in een 3D omgeving visualiseert, zoals we hier hebben gedaan in Amsterdam, dat is alweer meerdere jaren geleden, dan kun je dat heel inzichtelijk maken, van waar kijk ik nou eigenlijk naar. Dus nu maken we het oppervlak langzaam transparant. We duiken direct naar beneden. We kijken nu van onder tegenaan. Ik heb zo'n hekdiagram van geotop aangezet. Dat is 50 meter tot min 50 meter NAP. We hebben nu de WKO-systemen erbij aangezet. Die heeft Amsterdam zelf gevisualiseerd. Zijn eigen dataset van Amsterdam. En dan kun je op klikken en dan zie je, hey, hoe diep zit die? En als geoloog vraag je gelijk af van, hey, wat bevindt zich op die diepte in de ondergrond? Dus hier is één specifieke laag uit de regis aangezet, waarvan je denkt van, zou die geen invloed hebben op die open WKO, die open bodemenergiesysteem? En waar zit die laag dan precies? Nou, is de regis is een regionaal model. En hier is die laag gevisualiseerd in het N plus een hekdiagram van regis. Dus je kunt het niet zo locatiespecifiek gebruiken als je zo in de viewer ziet. Maar je ziet wel dat die daar ergens zit. En dat het dus belangrijk is om te gaan kijken van hoe komen we erachter, hoe het daar precies zit. Zodat hij niet, zoals dit beeld laat zien, een koude warmte bel in je ondergrond zou kunnen verstoren. Dat is eigenlijk een aantal praktijkvoorbeelden van waarom je graag wilt kijken wat er in de ondergrond ziet en waarom de 3D-beeld meerwaarde biedt boven het 2D bekijken. Leuk, Cecile. Heel mooi om, om in je presentatie zo te zien hoe je dingen van de ondergrond toevoegt aan de bovengrond. En hoe dat echt voor de praktijk heel waardevol is. Er is een vraag binnengekomen in de chat. En dat is, worden de modeldata eigenlijk ook als onzekerheden beschikbaar gemaakt? Kun je daar iets over zeggen? De onzekerheden van geotop zijn allemaal meegegeven. Alle geotopdata, alle attribuutdata is beschikbaar in de 3D webservers. Bij de voxel scene layers worden een aantal daarvan ook getoond als je op het geotopmodel klikt in de pop-up. En bij de 3D object scene layers worden alle attribuutinformatie wordt beschikbaar gesteld. En daar kun je ook allerlei zoekfuncties op loslaten. Ook bij regis, als je het aanklikt, krijg je een pop-up menu. En daarin staan alle attribuutgegevens van het regismodel, zoals de mate van doorlaatbaarheid van een bepaalde laag. Ja, dankjewel. En ondertussen heeft John ook gereageerd. En eigenlijk, John, heel even tussendoor, zou je dat misschien willen toelichten? Want je geeft aan van, je kunt het echt goed toepassen in het kader van water- en bodembesturend. Kun je daar nog iets over vertellen, John? Wil je dat doen? En dan zou ik zeggen, zet je camera aan en dan mag je het live toelichten. Goedemorgen. Ja, als toelichting doe ik eigenlijk hierop. Want als je kijkt naar de attributen die nu in geotop zitten, dan zegt dat natuurlijk allerlei zaken over geotechniek. Mm-hmm. Maar als je echt het gedrag van de bodem in de tijd wil voorspellen, want dat het is niet alleen 3D, maar uiteindelijk ook 4D natuurlijk. Dan ben je ook geïnteresseerd in grondwaterstromingen, in opbarstrisico's, in zoetzoutgehalte, dat soort zaken. Dus eigenlijk wil je al de bestaande parameters in geotop eigenlijk uitbreiden in de breedte met dat extra parameters, het parametriseren van geotop. Dat is eigenlijk waar we ook in Almere heel erg naar op zoek zijn en mee bezig zijn overigens. Ja. Het is trouwens ook heel actueel, hè? Want vandaag is de release van Geotop. Het is goed om te weten dat dat hier niet in zit, in deze Bro 3D services. Die is echt gebouwd op de versie zoals die gisteren als het ware live stond. Om het zo maar even te zeggen. Ja. Nog niet. Maar we gaan van Rob straks horen wat er allemaal nog komt. Dan kijken, Stefan.
Jij wil graag ook iets toelichten, dat lijkt me goed. Ja, ik ben erg blij met die opmerking net van over het parametriseren van onze ondergrondmodellen. Dat is niet per se zeg maar vanuit de basisregistratie zelf. De basisregistratie gaat over het opslaan en beschikbaar stellen van die modellen. Maar wat we dan precies in die modellen doen, dus sturing geven aan het karteerprogramma wat daarachter zit. Dat is hartstikke belangrijk. Hè? Want daar zijn we juist op zoek naar van oké, hoe kunnen we de bruikbaarheid van die modellen nog groter maken. En parameters daaraan toevoegen om uiteindelijk die stap te kunnen zetten naar het echt begrijpen van het gedrag van die ondergrond. Dat is zeker wel wat in de roadmap van de geologische dienst staat. Dus de combinatie van het rijker maken van die ondergrondmodellen en het vervolgens beschikbaar stellen van die rijkere informatie via de basisregistratie en alle visualisaties die we daar bovenop hebben, dat staat echt wel op onze kaart. Ja. Niet morgen klaar overigens, jammer genoeg. Maar, nee. Kost wel tijd, ja. Dan heb ik nog een andere vraag die is binnengekomen via de chat. Even kijken of je die goed zou kunnen beantwoorden. Ik zal hem eerst even stellen. Waarom is er naast de 3D object scene met alle gegevens ook een voxel scene met minder gegevens? Wat kan je met de voxels doen wat je niet kan met de 3D objects? Ik kijk heel even rond hier in de zaal. Wie wil die beantwoorden? Ja, Cecile? Ja? Het is eigenlijk een kwestie van de voor- en nadelen van het verschillende type scene layer. Een 3D object scene layer is opgebouwd uit holle objecten, waar je dan wel alle gegevens aan vast kan hangen. Maar als je er doorheen zou slicen, zou je lege volumecellen zien. En bij de voxel scene layer is dat andersom. Daar zijn de volumecellen van de ondergrond allemaal gevuld, dus het is ideaal om doorheen te slicen. Alleen kun je daar dan weer minder informatie per cel aan vasthangen. Dus we hebben gekeken naar de technische mogelijkheden van de verschillende type scene layers. En gekozen van, nou, waar heb je als gebruiker behoefte aan? Dus de voxel scene layer heeft het voordeel, je kan er doorheen slicen en je kunt data, zoals ik toonde, van echt hele grote gebieden, ik ben echt helemaal blij mee, verbaasd dat het kan, kun je gewoon zo bekijken en doorheen slicen. En de 3D object scene layer is meer bedoeld als je van een kleiner gebied echt naar de attribuutwaarde zelf wil kijken. En via het polygoon tool kun je dan, dus een bepaalde filterfunctie kan ook iedereen gebruiken, kun je ook daar mooie doorsneden maken. Maar niet zo makkelijk als in voxel scene layers. Maar we hebben dat heel goed toegelicht op het portaal, zowel in een pdfje, maar ook in een mooie story map. Ja, die story map is ook echt heel erg bruikbaar met praktische tips hoe je dat allemaal kunt gebruiken. Eigenlijk wil ik ook eventjes een vraag meenemen, Cecile, die via de aanmelding is binnengekomen. En dat is nog praktischer. Daarna ga ik graag door naar Rob. Maar Cecile, hoe kun je dit initiatief nou heel praktisch gebruiken in je eigen digitale geo-omgeving, zoals ArcGIS Pro? Dat is een hele leuke vraag. Want ArcGIS Pro, dat betekent dat je alle mogelijkheden hebt om die 3D Pro Web Services, die kun je gewoon aanroepen in de Living Atlas. Je klikt erop en hij staat in je eigen 3D-omgeving, waar je dan je eigen data ook al hebt kunnen laden. Dus nu is het echt zo, binnen ArcGIS Pro met een druk op de knop heb je deze gegevens van de ondergrond in een goede visualisatie in beeld. Dankjewel. Ja. Dus, Rob, ik ga graag naar jou. Cecile, je mag je presentatie weer uitzetten. Rob, jij wil heel graag nog het een en ander vertellen over de volg, hè? Want dit is nu één ding, maar het stopt niet. Dus kun je iets vertellen over van wat we de komende tijd gaan doen? En nog een terugblik naar de gebruikersgroep. Wil je daar iets meer over vertellen? Dankjewel, Ernestine. Dat ga ik doen. Met dank aan de vorige sprekers. Er is natuurlijk al een heleboel gezegd en geshowd. Maar ik wil als projectleider daar nog een aantal dingen aan toevoegen. Niet alleen even een korte vooruitblik, maar nog een paar andere zaken die ongetwijfeld ook bij jullie als vragen zullen leven. Jullie zien dat er een behoorlijk pakket aan services live is gegaan. Maar zoals bij Wilfred al duidelijk was in de presentatie, publiceren we een aantal daarvan nog onder een beta-regime. Dan zullen jullie afvragen, hè, waarom in beta. De inhoud en de data van deze services die kloppen allemaal. Maar voor deze onderdelen vinden we eigenlijk de performance in het gebruik en de functionaliteit op een aantal punten nog onvoldoende. Met name als je naar hele grote gebieden tegelijk kijkt, zul je zien dat het laden et cetera nog erg langzaam gaat. Nou, en met name bijvoorbeeld die object scene layers waar Cecile het net over had. Daar zie je dat je voor hele kleine gebieden op zich dit prima zou kunnen toepassen. Maar als je kijkt naar grote gebieden, dan is die performance nog wat ons betreft nog onvoldoende.
allerlei oplossingen daarvoor zijn in onderzoek. Maar we zitten hier echt on the edge van de technologie. Daar is nog aandacht voor nodig. We willen wel dit al voor een heel breed publiek beschikbaar stellen. Dat doen we dan ook vandaag. Dus iedereen kan er gewoon bij. Want zoals gezegd, de inhoud en de data kloppen. En we weten ook dat er heel erg veel professionals onder jullie zijn die al heel graag hiermee aan de slag willen en ook kunnen. Een volgend punt is dat inhoudelijk deze services in principe de recente data uit de basisregistratie omvatten. Dus voor de onderdelen die we nu gerealiseerd hebben. Dat zijn de gerealiseerde modellen, Geotop, Regis 2 en de sonderingen en de grondwatermonitoring putten. Maar dit loopt nog niet helemaal synchroon met de bro. Ik denk dat ze iets meer technisch ook weten hoe dit soort dingen werken. Het is zo dat die synchronisatie met de bro, dat is nog een behoorlijk vraagstuk. In de toelichting op het portaal zullen we duidelijk aangeven, en is ook duidelijk aangegeven, om welke versies het gaat of om welke datum. En het realiseren van één-op-één synchronisatie met de bro voor dit soort 3D-modellen, dat wordt verder verkend en is natuurlijk een belangrijk aandachtspunt. In principe, wat je dus wel ziet, dit zijn hele recente gegevens uit de basisregistratie. En dat is dan duidelijk aangegeven waar je naar kijkt. Een ander punt is dat we na deze livegang, dit is ook waarom we heel graag live willen met datgene wat nu gerealiseerd is, gaan we veel aandacht aan besteden aan het ophalen van feedback. En waar mogelijk ook in fysieke sessies met jullie hierover uitwisselen. Want wij als projectteam en jullie als gebruikers zullen de komende tijd moeten ervaren hoe het allemaal werkt. En je ziet dat het is voor iedereen nieuw, ook voor ons, dat dit nu kan en dat we dit nu beschikbaar hebben. Maar wat je ermee kan en waar de concrete verbeterde ontwikkelpunten liggen, daar kunnen we vooraf van alles wat vinden. Daar hebben we ook al stakeholder sessies over gehad. Maar nu staat er iets en nu gaan we dat ervaren. Van beide kanten, dus wij als projectteam. Jullie als gebruikers. Daar even op terugkomend, we hebben afgelopen juni met toch wel tientallen van jullie, waarvan er waarschijnlijk ook veel meer in deze sessie aanwezig zijn, hebben we een aantal fysieke stakeholder sessies gehad. En ook daar kwamen op onze demo van toen al heel erg veel suggesties en wensen naar voren. Die nu ook al deels ook in de chat en in de vragen naar voren komen. Maar we hebben ons afgelopen maanden echt moeten concentreren op het realiseren van deze basis. Het gaat hier om big data, technologisch best wel on the edge, zoals ik al zei. En we zijn blij dat we dit nu in ieder geval hebben kunnen realiseren. En nu deze versie live staat, zal ook op meer concreet en praktisch niveau feedback kunnen worden opgehaald. Omdat het er staat en omdat jullie ermee aan de slag kunnen. En die hele lange lijst adviezen en suggesties uit die stakeholder sessies, die is natuurlijk wel ontzettend bruikbaar voor de verdere ontwikkeling. We kunnen kijken welke prioriteiten we zeg maar, aan de verschillende suggesties moeten hechten. Maar feitelijk is die lijst en alle wensen die jullie hebben, en dat is heel positief, hè, want iedereen wil dit graag. Maar daar kunnen we echt jaren mee vooruit. Stap voor stap, zoals Stefan dat eigenlijk ook al vroeg. Een ander belangrijk punt, en dat kwam ook in die stakeholder sessies en ook in de discussies hierover natuurlijk naar voren, is die keuze voor die OGC-standaard I3S voor dit eerste ontwikkeltraject. En die wordt met name, zoals jullie weten, door Esri software ondersteund. En er werken namelijk erg veel. Komt er iets niet? Ja, maar dat staat ineens uit. Ja. Excuses, ja, de camera staat wel. dus we hebben een keuze gemaakt voor dit eerste ontwikkeltraject. Die met name door Esri software wordt ondersteund, die OGC-standaard I3S. Want we weten dat er namelijk erg veel organisaties en bronhouders die nu met de Pro werken, met deze software werken. Dus het bereik van deze eerste release is voor GIS-professionals die onder en bovengrond informatie willen combineren, daarmee wel behoorlijk groot. En bovendien kon al op eerdere ervaring worden voortgebouwd, waarmee we een veel sneller resultaat konden bereiken om nu in ieder geval een basisversie te kunnen publiceren. Zoals al aangegeven zijn we het lopende project, ook al op andere belangrijke standaarden, of in ieder geval de 3D tiles, aan het ontwikkelen. En daar is echt nog wel een weg te gaan, want ook dat, daar zit de nodige complexiteit. Maar daar is absoluut aandacht voor en dat pad wordt ook gevolgd. En overigens, dat is ook al aangegeven, met deze basisversie is juist ook voor een veel bredere groep mooie 3D functionaliteit beschikbaar. Wat Wilfred en Cecile lieten zien. Is voor een groot deel gewoon
te doen met die software en die services die beschikbaar staan, waar überhaupt geen software voor GIS-software voor nodig is. Dan kom ik even op de vooruitblik. Dit project op dit moment loopt door tot eind december. De opvolging wordt nog met betrokken partijen besproken. Maar het is uiteraard de ambitie om hier absoluut een permanent iets van te maken. Topics die na vandaag vooral de aandacht gaan krijgen nog in dit project is het ophalen en verwerken van de feedback op deze basisversie. Hij staat er nu, we kunnen aan de slag en we gaan kijken met elkaar wat daar de waarde van is en wat er belangrijkste verbeterpunten zouden kunnen zijn en welke vragen daarbij opkomen. We gaan ook kijken naar onderzoek en implementatie van oplossingen van de performance en functionaliteit van al die onderdelen die nog in beta staan. Wel publiek beschikbaar, zoals gezegd, maar we hebben daar het kopje beta bij aangegeven. Daar zullen we verder naar kijken. Ook is het heel belangrijk dat we een plan voor duurzaam beheer in de context van de BRO ontwikkelen. En ook richting de implementatie daarvan gaan. Een ander aspectje is de verkenningen van de uitgifte via PDOK. Die staat op het programma. De ontwikkeling voor de OGC-standaard 3D Tiles. Daar zijn we al mee aan de slag. Zo'n prangende vraag in de chat ook. Daar zijn we al mee aan de slag. Dat is parallel aan deze ontwikkeling van de basisversie. Vindt dat plaats en dat, daar gaan we mee door. En zoals Wilfred ook al even aangaf, de verkenning van een aantal overige standaarden. Bijvoorbeeld gaan we kijken of het zinvol is om ook voor CityGML, CityJSON standaard, een andere OGC-standaard, het Open Geospatial Consortium, het internationaal consortium, waar die standaarden zijn vastgelegd. Dat we daar in ieder geval gaan verkennen wat de waarde en de zin daarvan is en mogelijk daar ook op ontwikkelen. Ten slotte, niet om reclame te maken, maar ik moet ook even hier kwijt dat ik zelden met zo'n fantastisch projectteam heb gewerkt. Met zulke gedreven experts van zowel TNO als van ESRI. En die hebben echt een paar hele intensieve maanden achter de rug. Waarvan acte. Natuurlijk ook dank aan BZK en Kadaster. Met name aan de betrokken mensen daar. Die dit financieel en organisatorisch mogelijk maken. Het is niet niks om dit neer te kunnen zetten. En dat onder de paraplu van een veel groter geodata en 3D-programma. Waar het Kadaster de leiding over heeft. Geacht aanwezigen van beide organisaties. We spreken jullie later. Ik sluit af met even een paar mensen te noemen die nu nog even in het panel beschikbaar zijn voor vragen. We hebben nog een kleine 10 minuten voor. Mm-hmm. Naast de sprekers van vandaag zijn dat de TNO-experts uit het team die alles weten van de geologische en de geohydrologische data en modellen. Dat zijn Jan Stafleu, Jan Hummelman en Romee Karts. En verder hebben we ook enkele van onze ESRI-experts uit het team beschikbaar. Dat zijn Ellen van den Berg, projectleider data bij ESRI. Inge van der Meijerakker, serviceontwikkelaar data-expert bij ESRI. En Maarten Welmers, die is verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling. En onder andere van dit item bij ESRI Nederland. Ernestine, het is weer even aan jou. Dankjewel, Top. Fijn dat je het een en ander hebt toegelicht. En zeker ook die vragen over 3D Tile. Daar kom ik nog heel even op terug, want mag je camera nog aan laten staan? Hoor. Ja. Ja. Is er iets te zeggen over van wanneer men dat kan verwachten? Of is dat juist niet te zeggen? Hè? Dat kan natuurlijk ook wel antwoord. Het korte antwoord is nee. Het lange antwoord is dat we daar inderdaad met verkenningen mee aan de slag zijn. Wat ik zei, daar is echt nog maar een weg te gaan om dat zover te brengen dat je dat echt als 3D-services zou kunnen publiceren. Mm-hmm. Dus daar wordt hard aan gewerkt. En zodra we daarvan weten wanneer we daar iets van zouden kunnen live geven, dan laten we dat uiteraard weten. We hebben een projectpagina op de Pro-website. Dat soort informatie kunnen jullie daar altijd actueel hebben. Maar ik moet zeggen, ik kan echt nog niet zeggen wanneer dat echt gerealiseerd is. Nee, dat is ook daar technology edge, zeg maar. Ja, begrijpelijk. Ja. En houd dus inderdaad de Pro-nieuwsbrief in de gaten voor de ontwikkelingen. Eigenlijk is vooral ook de boodschap, hè. Ga aan de slag. Ga het gewoon allemaal proberen. Ga ermee werken. En pas de Pro 3D-services toe. Een vraag die ook binnengekomen is in de chat is, is het nu eigenlijk ook voor Limburg te gebruiken? Wie van jullie wil daar iets over zeggen?
Even rondgekeken hier in de zaak. Welke gebieden zitten erin? Hè? Gaat het om geotoppen? Gaat het om sonderingen? Of ja, precies. Gaat het aangeven? Nou, misschien kan de vraag in de chat nog heel even worden toegelicht. Dan kijken we daar nog even naar. Het gebied Limburg zit er wel in. Cecile, jij wilde iets over zeggen. Zet gerust je camera aan, dan kun je te zien voor de sprekers. Het gaat er eigenlijk gewoon om over welk registratieobject gaat het. Is deze vraag, gaat hij over sonderingen, over de grondwatermonitoringsputten, over Regis of over het geotopmodel? De databestanden die nu via de 3D webservices beschikbaar zijn, die zijn voor de sonderingen landsdekkend en ook voor de grondwatermonitoringsputten. Gewoon alle data die in de bro zit, is ook via de 3D webservice beschikbaar. Hetzelfde geldt voor Regis. En voor geotop geldt dat het noorden van Limburg, daar is al een geotopmodel van beschikbaar. En voor het zuiden van Limburg, die is helaas nog niet beschikbaar. Dat is weer toekomst. Ja, dus dat echt toekomstmuziek. Wat ik ook graag nog eventjes wil benadrukken is van de modellen zelf zijn niet veranderd. Maar eigenlijk de wijze van presenteren. Daar zit het heel erg in. Hè? Het 3D verhaal. We hebben eigenlijk heel veel de revue laten passeren. Kijk nog eventjes of er nog vragen zijn. Een andere vraag die ook wel eens gesteld wordt, dat gaat over QGIS. Wie wil daar iets over toelichten? Wilfred, ik zie ook kijken. Je mag de camera aanzetten. Ja, volgens mij is er op dit moment geen ondersteuning voor IPS in QGIS. Voor 3D tiles. Denk ik ook niet. Misschien wel. Niet zoals we dat. Dus dat die vraag die nemen we even mee. Daar komen we nog later op terug, denk ik. Wat wel zo is, en dat hebben we ook trouwens nog niet bewezen, is dat vanuit Cesium, dus het andere product wat er ook al wordt, is dat daar wel een plugin gaat komen, of al is, voor I3S. Mm-hmm. Dus daar is bijvoorbeeld wel aan gewerkt. En misschien de andere kant op ook wel dat vanuit dat. S3 straks je 3D taals gaat ondersteunen. Ja, het zijn echt nog ontwikkelingen die gaande zijn. En dat wordt echt allemaal nog verkend en bekeken. Stefan. Ja, dankjewel Ernestine. Wat wij proberen vanuit de basisregistratie is een webservice in de lucht te brengen. Volgens een standaard met een zo breed mogelijke gebruikerspotentieel daarachter. Dat betekent dat we dan met zo'n generieke standaard, zeg maar, het aan de softwareontwikkelaars van allerlei programmatuur overlaten om wel of niet daar een client op te bouwen. We willen eigenlijk voorkomen dat we straks op de basisregistratie met al die rijkheid aan informatie die erin zit, voor elk stukje software een aparte plugin moeten gaan maken. Dat is aan de beheerkant niet recht te breien, dat wordt gewoon veel te veel. Dus daarom kiezen wij voor een webservice met een zo breed mogelijk gebruikerspotentieel. En proberen we ook daar waar het kan aan te sluiten op de internationale standaarden die daarvoor gelden. Als ik zie in de reacties in de chat, wordt het enthousiasme over wat we nu naar buiten hebben gebracht, waar we zelf ontzettend trots op zijn, heel erg gewaardeerd en gedeeld. Ja, en er was zelfs een suggestie dat we naar het 8-uur-journaal moeten. Nou zijn we er al een keer geweest met de publicatie van de geologische kaart op papier. Dus dit is misschien leuk om dit vervolg eraan te geven. Om te zeggen van nou, alles wat we op papier kunnen we ook digitaal. Dus daar gaan we zeker naar kijken of we mensen daartoe kunnen verleiden om daar een item van te maken. Ja, leuk Steven. Ja. Eigenlijk wat ik ook nog even wil noemen is van we hebben ook een aantal hele leuke filmpjes gemaakt die op LinkedIn nu gedeeld worden over de Bro3D Web Services. En wat je daarin ziet is dat je als het ware een soort van flipt van de bovengrond naar de ondergrond. En je ziet heel mooi hoe je daar doorheen kunt kijken. En de Bro3D services moet je daarvoor echt combineren met andere kaarten en kaartlagen die bijvoorbeeld in de Living Atlas staan. Zeg ik dat goed, Wilfred en Cecile? Ja, ja. Zeker. Ja, ook de initiatieven van het kadaster bijvoorbeeld. Hè. Je mag een BFT om die beschikbaar te maken in 3D. Dus dan zou je dus echt een model kunnen maken met de boven- en ondergrond. Ja. Dan zou je hele studies kunnen doen. Wauw, gaaf. Ja. Ik wil nog eventjes ook, want de tijd is bijna om.
nog even een vraag uit de chat erbij pakken. Dat is als volgt. Iemand die zegt, is het straks mogelijk om zelf zo'n kaartbeeld als dat van de WKO's in Amsterdam te maken op basis van eigen data? Bijvoorbeeld om te toetsen of nog een te realiseren WKO te maken heeft met een scheidende laag. Maar zonder heel diep op de inhoud in te gaan, is daar nog kort iets over te zeggen? Jazeker. Cecile, mag je? Zeker, het hangt eigenlijk van je eigen 3D-gistomgeving af. Als die 3D-gistomgeving overweg kan met I3S Web Services, dan kun je heel eenvoudig de webservice die nu beschikbaar wordt gesteld gebruiken om de ondergrondgegevens van de ondergrondmodellen zo in je eigen 3D-gistomgeving te tonen. Dus als je daar zelf je eigen 3D-data hebt van je WKO-systemen, kun je nu eigenlijk ongelooflijk eenvoudig de combinatie maken. Ja. Dus op die manier is het inderdaad mogelijk. Ik zit heel even te kijken, Stefan. Jij wil graag nog iets toelichten, klopt dat? Ja, mooi is dat, hè? Het is soms een beetje te kort om al het enthousiasme te delen. Kijk, het combineren van boven en ondergrond is natuurlijk een fantastische stap die we nu gezet hebben in die 3D-werkelijkheid. En de vraag van kunnen we nu straks binnen deze 3D-digitale wereld ook goed begrijpen van wat nu het effect is van een WKO-installatie bijvoorbeeld. Of die elkaar interfereren, of dat ze in de goede laag zitten, of dat er grondwaterstromingen door aangeraakt worden. Dat zijn aan de ene kant natuurlijk vragen over hoe dat we technisch die informatie in 3D bij elkaar kunnen brengen. Dat hebben we vandaag gezien. Maar er zit natuurlijk ook een hele inhoudelijke informatiekant achter. Die erover gaat of je die ondergrond zodanig kunt beschrijven dat dat soort fenomenen goed in beeld kunnen worden gebracht. En ook daar zie je dus eigenlijk dat je nog een soort vertaalslag nodig hebt van wat we nu in de basisregistratie hebben zitten. Die veel meer richting een bepaalde toepassing gaat. Grondwater zit er al voor een groot gedeelte in met doorlatendheden. We zijn op zoek naar een betere weergave van allerlei informatie die te maken heeft met geothermie in de volle breedte. Bodemdaling zijn issues. Dus je ziet dat er allerlei inhoudelijke vragen leven. Die we in eerste instantie inhoudelijk moeten oplossen. En vervolgens dan weer met de technieken die we vandaag hebben gezien. Kunnen toevoegen aan onze 3D digitale wereld. Leuk. Het is echt een waardevolle toevoeging. Het wordt een fantastische tijd mensen de komende jaren. Wow. Dus er gaat heel veel gebeuren. Ja. Ja. Dankjewel. Ja, hiermee wil ik heel graag afronden. Hierbij zijn dan ook de Bro3D webservices gelanceerd. Ga er vooral mee aan de slag. Ga het uitproberen. Zoek ze op. Doe er iets moois mee. En laat ons je feedback ook horen. Dat kan via de service desk. We verzamelen alles. Dan het volgende broodje is op donderdag 16 november. Ook dan hebben we weer een heel leuk onderwerp. We gaan het hebben over aardkundig erfgoed. Dus de titel is aardkundig erfgoed in beeld. De basis van het landschap zichtbaar met de bro. Nou, ook dat belooft weer een mooi broodje te worden. Dank alle sprekers. Dank allemaal voor jullie aanwezigheid. En ik wens jullie een hele fijne dag. En mochten er nog vragen zijn, zet ze nog snel in de chat. Dan proberen ze mee te nemen. Of neem contact op met de service desk. Dankjewel allemaal.